Dit is een bespreking van het vierde en laatste stukje van paragraaf 14 van boek 30. In gesprek zijn nog steeds Scipio en Massinissa. Althans, Scipio zegt iets en Massinissa luistert. In het voorafgaande hebben we Scipio tegen Massinissa horen zeggen dat zelfbeheersing op het gebied van lust, dat dat toch wel de belangrijkste eigenschap is die een jongeman moet hebben. Ten slotte zegt Scipio nog iets over Syphax, namelijk dat hij victus captusque est, dat hij overwonnen en gevangen genomen is onder de auspiciën van het Romeinse volk, dus onder het commando van het Romeinse volk. Scipio zegt daarom, hoofdwerkwoord staat hier, est, daarom is hij zelf, zijn echtgenoten, zijn rijk, zijn grond, zijn steden, de mensen qui incolunt, die die steden bewonen, kortom, denique al wat van Syphax was zijn hele bezit, dat is est praeda populi Romani, dat is buit van het Romeinse volk. En de koning en zijn echtgenoten zijn, dat staat hier, eius dus Syphax, de echtgenoten van hem, die echtgenoot is dus Sophoniba, regem conjugem que, dat is de accusativus van een ACI, de infinitivus is miti, dat de koning en zijn echtgenoten gestuurd worden, miti infinitivus van het passief. Die ACI die hangt af van dit opporteret. In de conjunctivus, irrealis, onwerkelijkheid, het zou passend zijn dat die twee gestuurd worden naar Rome, zelfs als niet, zij zou zijn, een Carthaags burger. Die bijzin, dat moet slaan op Sophoniba, en Syphax is geen Carthager, Sophoniba wel. Dus zelfs als zij geen Carthaags burger zou zijn, wat ze wel is, dan zou ze nog steeds naar Rome gestuurd moeten worden. En nog een bijzin met etiamsi, zelfs als niet. Wij zouden zien, opnieuw een conjunctivus van de niet-werkelijkheid, dus we zien dat wel. Zelfs als we niet zouden zien, haar vader, haar staat daar, van haar de vader, als opperbevelhebber van de vijanden. Zelfs als we niet zouden zien dat haar vader Hasdrubal, dat die opperbevelhebber van onze vijanden is, dan nog, dan zou het passend zijn dat die twee naar Rome gestuurd worden. En het zou passend zijn dat het oordeel is, opnieuw een ACI, dat het oordeel over haar is, het oordeel en de beslissing over haar is, en dan hier in de genitivus, van de Senaat en van het Romeinse volk. Dus dat het besluit over die Sophoniba, dat behoort toe, zegt Scipio, aan ons, aan het Romeinse volk. Een besluit over haar, de Ea, die gezegd wordt, van wie gezegd wordt. Die conjunctivus dicatur, dat geeft een reden hieraan, omdat over haar gezegd wordt, dat zij heeft gedreven. Nee, eerst dat ze vervreemd heeft, dus die letterlijk gezegd wordt vervreemd te hebben van ons, dus van de Romeinen, een bevriende koning. Socium heb ik vertaald als bijzinnetje, een koning die bondgenoot was. Dat ze die van de Romeinen vervreemd heeft weggejaagd en van wie gezegd wordt dat zij gedreven heeft naar de wapens, hals over kop, als leidend voorwerp moet je die Syphax uiteraard weer aanvullen. Zij, zegt Scipio, heeft Syphax tegen de Romeinen opgezet. Vinke daarom Massinissa je animum, overwin je geest. Cave met de conjunctivus betekent pas op dat niet. Pas op dat je niet te schande maakt. Cave deformes, van deformare, letterlijk vervormen. Pas op dat je niet vervormt de vele goede dingen, jouw vele goede eigenschappen, uno vitio, door één fout. Die fout is dan natuurlijk het trouwen met Sophoniba. En pas op dat je niet corrumpas. Dat en dat staat daar. Corrumpas is de tweede conjunctivus die afhangt van cave.
pas op dat je niet bederft. Leidend voorwerp is gratiam, de dank, letterlijk van verdiensten. Hè, de dank voor alle verdiensten die jij tegenover de Romeinen hebt gehad. Bij dat verdienste tot. Pas op dat je niet verderft, bederft. De dank van zoveel verdiensten, dat je die niet bederft met een grotere schuld, majore culpa, dan de oorzaak van die schuld is. Dus Scipio zegt dat Sophoniba, dat die lang niet zo belangrijk is als de fout die Massinissa dreigt te maken door met haar te trouwen.